Yo jongens en meisjes, super tof dat jullie kijken naar onze vlog. Mijn naam is Wendel. Mijn naam is Lisa. En vandaag gaan we het hebben over kaarsen. Die harde dingen met zo'n vlammetje, je weet toch? We zijn hier in een kapot chic restaurant. En daarom staan hier ook alleen maar kapot chique lange dunne kaars op tafel. Pas goed bij die kapot chique lange dunne mensen hier. Hoe dunner de kaars, hoe duurder het restaurant, weet je. Maar wij zijn hartstikke skeer, dus wij gaan gewoon lekker naar een café. In een café heb je meestal dikke, ronde, kleine kaarsen. Gewoon normaal, net als wij, klein en dik, je weet toch? En die kleine dikke branden kapot langzaam op. Want ze hebben helemaal geen doeken om steeds weer nieuwe neer te zetten. Ze zijn skeer, net als wij, je weet toch? Ik ruik frituurvet. Bitterballen. Kapot lekker. Is je dat kaarsen ook van frituurvet gemaakt zijn? Tuurlijk, je weet zelf. Ze gooien een touwtje in een pot met frituurvet en dat laten ze opdrogen. En dan heb je een kaars, je weet zelf. Ik heb een potje vet al op de tafel gezet. Check die vaccinelichtjes. Die zijn ook van vet gemaakt. Van wax. Wax, supervet. Smeer ik elke dag in mijn haar. Waarom branden er in de kerk eigenlijk altijd zo vet veel kaarsen? Geen idee. Omdat het in de kerk kapot koud is. Kaarsen geven warmte, je weet toch? Zie je me boeien? Wat? Mijn boeien. Oh ja, boeien. Ik heb het ijskoud, Lies. Kom, we gaan shoppen. Deze zijn kapot mooi. Al die geuren, al die kleuren, echt ziek. Ik wil ze allemaal, ik zweer het je. We hebben misschien net genoeg doek om deze saaie stomkaars te kopen. Stomkaars, komt van stom. Tegenovergestelde van ziek. Kom, we spuiten er een beetje deo op. Dan hebben we geurkaars. Mag ik u wat vragen? Deze geurkaars stond tussen de gewone kaarsen. Nee, dit is geen geurkaars hoor. Dit is gewoon een stomkaars. Maar u ruikt toch zeker zelf ook al dat er een luchtje aan zit? Lekker hè? En dat voor maar één doekoe. Fijne dag verder. Wow, even serieus. Dat was echt een dikke vette prank. Als je net zoveel te weten bent gekomen over kaarsen als wij. En als je dit een leuke video vond. Geef ons dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En laten we gaan voor die 16 likes. Duimpjes.